Riana Nainggolan, Antwerp, het eerste seizoenshelft jullie aan de competitie niet gewonnen. Afgelopen woensdag, jullie spelen achtste finale beker, winst op 10, eerste overwinning van het seizoen. Hoe is dat meegevallen? Het is op zich ja, natuurlijk niet zo goed meegevallen, want we konden die match even goed verliezen als winnen. Tine gaf natuurlijk alles wat ze konden geven om punten te pakken tegen ons, wat logisch is. En voor ons was de druk misschien iets te hoog voor toch dat, ja, er makkelijker over te lopen. Hè. Tine is een niveau lager, maar dat wil niks zeggen. Hè. Het is een het was een moeilijk matchje, maar al bij al toch gewonnen. En op naar de volgende zeker, naar de competitie. Hopelijk daar ook punten pakken. Hè. Ja. Die eerste seizoenshelft, hoe heb je die beleefd in de Benelink? Want de hele heenronde, jullie spelen altijd voor veel publiek. Ja. Maar de overwinning die komt dan niet. Hoe moeilijk is dat? Ja, dat is heel moeilijk en zwaar natuurlijk. Je moet dan altijd nog die kopjes omhoog houden om de week erop er toch terug te staan. En toch hopen op die 3 punten, dat zijn niet gekomen. Wat heel jammer is. Iedereen heeft het vertrouwen wel een beetje verloren. Maar nu met de winst op 10 hopen we toch om die lijn door te trekken naar de volgende competitiematch. En dan hopen de supporters tevreden te stellen. Ja. Het begint terug tegen, jullie spelen tegen Gent, tegen Anderlecht, Heerenveen ook. Ja. Dat zijn ploegen die jullie misschien wel aankunnen? Ja, op voetballend gebied. Het zit er wel in de ploeg, maar competitie, het moet tijdens een match bewezen worden en laat ons hopen, eerst competitiematch, ik kan niet meer zeggen, ik hoop op punten te pakken. De familie Nainggolan is deze week ook in het nieuws gekomen met je broer, die een super transfer heeft verricht. Ik ben heel trots op mijn broer natuurlijk, Rome is een grote stap. Ik hoop dat hij er echt zijn best gaat doen, maar ik twijfel daar niet aan. Het is een Nainggolan. Ja. Nee, maar hij is sterk. Ik hoop dat hij echt de pennen van tak speelt daar bij Rome en dat hij zijn eigen echt goed voelt ook persoonlijk. Ja. De eerste match is goed begonnen, ze hebben gewonnen 1-0. Ja. En hij heeft de eerste match al laten zien dat hij precies al 10 jaar meedraait in die ploeg. Dus dat is wel positief natuurlijk. En hij kon scoren op zijn eerste wedstrijd, maar dat is jammer genoeg niet gelukt. Maar we zien wel. We zien. Het is afwachten het tweede seizoen zelf voor ons allemaal. Ja. Heb jij ooit al naar Italië, naar Cagliari geweest bijvoorbeeld? Ja, ik ga er echt regelmatig. Dat is eigenlijk voor ons. Ja, gewoon omdat het puur mijn tweelingbroer is, ga ik wel regelmatig over en weer om hem dan te steunen. Of om gewoon leuke dingen te doen met de familie natuurlijk. En nu gaat ook zeker naar Rome gaan, hè? Ja, nu ga ik binnenkort zeker eens naar Rome, maar ik gun hem nu even de tijd om zijn eigen daar een beetje op zijn gemak te stellen en zich goed, hoe moet je dat zeggen? Aan te passen? Aan te passen in de ploegen. En een appartementje te zoeken en zo, dus. Had hij tijd hebben om eens naar jou te komen zien in Antwerpen? Ja. Als hij toevallig is niet op die dagen moet spelen, dan denk ik wel dat hij dat met plezier zou doen als hij in België is. Maar dat is jammer genoeg nog niet het geval geweest. Dus. We zijn nieuw jaar 2014. Wat verwacht je ervan? Wat is de doelstelling, de hoop voor dit jaar voor jou? Voor mij zou 1 overwinning in de competitie al meer dan genoeg zijn. Dat zou mij al iets of wel voldoening geven. Want de eerste seizoen zelf heeft voor mij eigenlijk, dat was eigenlijk een dikke teleurstelling. Voor ons allemaal eigenlijk. Maar dat ligt ook niet alleen aan ons, dat is ook met bestuur erboven. Moeilijke momenten. Ja, we hangen aan elkaar en we proberen er het beste van te maken. We hangen een jaar vast, dus we moeten wel. Oké, veel succes. Dank je.